En hier zullen we nog maar niet afrijden zoals jullie zien. Er is nog een hoop maai- en snoeiwerk. Moet er nog gedaan worden, maar tegen de tijd dat het evenement er is zal het wel klaar zijn. Voormalig wereldkampioen Adrie van der Poel kent het parcours waar het komende WK veldrijden verreden wordt als een broekzak. Ook al is er nu helemaal niets van te herkennen. Het leuke van dit terrein is dat je hier met een beetje slecht weer, en dat bedoel ik regen, dat je hele stukken hebt die heel mooi te bereizen zijn, maar onderaan waar de technische stukjes zitten, ja, is het lopen, is een leemlaag en daar gaat het water niet weg. Dus het is wel heel, heel leuk dat je hier eigenlijk op een heel klein stukje terrein toch 2-3 grondsoorten hebt. Het WK is op 1 en 2 februari 2014. De organisatie heeft een aantal veranderingen doorgevoerd in het parcours waarop normaal de GP Adrie van der Poel verreden wordt. Ja, het is een stuk groter geworden. We staan eigenlijk nu waar we vroeger het parcours hadden, dus ja, het is nu een stuk verder. Je moet ook zien, eigenlijk wat het vrije gedeelte wat er nog staat, dat wordt de VIP-tent, publiekstent. Daarin ook de Rabobank-tent. Moet ik ook zeggen, daar komt ook nog een brug in, een dubbele brug. Langs de ene kant oprijden, afrijden. En als je terugkomt is het oplopen en afrijden. Nou, dat heeft gedaan voor de toestroom van het publiek wat makkelijker te maken en toegankelijker en daarom ook een stuk groter. Een van de spectaculairste punten in het parcours is het ogenschijnlijk makkelijke keerpunt rondom de boom. Een bocht zit in de helling en dan tegen de hand in, dus dat is al vervelend. Buiten dat, zoals je ziet, loopt het terrein af, dus je komt daar met een grotere snelheid aan dan als je zou verwachten. Nou, als het gewoon mooi weer is, net als vandaag, dan is dat heel goed te doen, dan kun je op je fiets blijven. Maar ja, met sneeuw, we hebben gezien, dan moet je afstappen en je stapt in de helling af. Ja, dan heb je wel eens kans dat je op je kont gaat, om het zo maar plat te zeggen. Scherprechter kan de dubbele beklimming van het talud van de provinciale weg zijn. Mocht je bij 2-3 renners bij elkaar zijn, wat onder bepaalde weersomstandigheden best zou kunnen, ja, kun je hier nog net het verschil maken. Het is op een paar honderd meter van de finish af, dus daar in het begin ver omhoog lopen, best steil. Dan hier een technische afdaling en daar eigenlijk een klein klimmetje op de inhoud. Dat je echt naar boven moet sprinten en dan is het nog 250 meter. Dus ja, ik denk wel een beslissend stuk kan zijn in het hele parcours. En als fan wil je dan natuurlijk snel naar de finish. Dat kan volgend jaar nog makkelijker dan andere jaren. Nou, zoals je ziet hebben we daar ruimte voor gecreëerd. Het is belangrijk nog niet af. Er komt nog een hele mooie trap te liggen. Dus dat de mensen ook veilig van de start naar beneden kunnen. Maar ook van het veld weer omhoog om de finish te zijn. Dus we proberen het zo aangenaam mogelijk te maken voor de bezoekers. En dan is het afwachten wie op deze weg de regenboogtrui grijpt.